lijkt me een oorlogsgebied. Zo extreem, dan word je nog eens met je neus op de feiten gedrukt. Het is zowel de vriend als vijand van elke kweker, moeder natuur. Tegen haar grilligheid bleek een kas in Meidrecht dit weekend niet bestemd. Door waarschijnlijk een windhoos zit Gerbera-kweker Van der Wild met de handen in het haar. Er lijkt zeker 1/3 van zijn kas vernield. Zaterdag werd de schade pas echt goed duidelijk. De goten zijn van de palen afgetrokken. Het glas is eruit getrokken. Het ligt tot 100, 150 meter van de kas af. Het is één groot drama eigenlijk. Ja. En dan 's nachts lig je in bed en dan denk je, misschien valt het allemaal nog wel mee. Ja, dan wordt het vanmorgen licht. Ja, en dan word je gewoon weer met je neus op de feiten gedrukt. Dat het niet echt meevalt. Nee. Met hulp van de brandweer kreeg Joris een goed overzicht van de schade en dat was schrikken. Er bleek veel meer kapot dan vanaf de grond te zien was. De dag na de windhoos staat er vooral veel regelwerk op de agenda. Nou, vanmorgen hebben we bespreking gehad met de verzekering. En we gaan morgen beginnen om over gewaswagens, zoals wij dat noemen, klaar te maken. En dan komt er, als het goed is, 30 man maandag om het glas uit de doeken te halen. Het glas beneden weg te halen. Ja, dan hopen we zo snel mogelijk weer op te kunnen gaan starten met beglazen. En op te gaan bouwen. De groei van de Gerbera staat volgens Joris helemaal stil. Normaal is het in de kas 18 graden, nu zit het rond de 10. Hoewel hij de verwarming hoog opstookt, is het funest voor de bloemen. En dat ziet hij met ledenogen aan. Maar ja, je kent er niet zoveel mee nu. Het is, je moet dit toch aan professionals overlaten. En dit is gewoon je wereld stort in. Want dit is onze wereld. Ja. Dus ook, qua emotie is het een rollercoaster natuurlijk. De ene keer zeg je van hup, schouders eronder, we gaan weer. En de andere keer zoals nu, dan is het gewoon helemaal kloten. En nu is het vooral verstand op nul, blik op oneindig. Dit gaat nog weken duren. Er moet nieuw glas besteld worden. De kas moet opgebouwd worden op sommige plaatsen weer. Het is gewoon de schade beperken zoveel mogelijk. We gaan hoeken, de goede hoeken gaan we nog proberen te redden. En bepaalde plekken, dat zal gewoon niet gaan. Daar is de teelt gewoon verloren en de kas zal daar opnieuw opgebouwd moeten worden. Ja, als ik nou ook zo die kas weer in kijk, dan denk ik, jongen. We stonden helemaal klaar voor de kerst en dan gebeurt dit. Ja. Het is klaar, gewoon klaar.